Vandaag ga ik mijn huis nog meer laten shinen, namelijk met nieuwe verlichting. Eerst ga ik daarvoor inspiratie opdoen, want met zoveel keuze is nieuwe verlichting uitzoeken nog niet zo makkelijk. Ik wil in ieder geval een mooie lamp voor in de hal en een vloerlamp voor in de woonkamer, zodat we straks genoeg licht hebben tijdens de donkere avondjes die er weer aankomen. Voor mijn nieuwe verlichting kies ik ook ledlampen uit om erin te draaien. Tegenwoordig zijn deze er ook gewoon met mooi warm licht en bespaar je hiermee enorm op je energiekosten. Voor de vloerlamp heb je helemaal geen gereedschap nodig en ik heb deze dan ook zo neergezet. Dankzij deze lamp kan ik 's avonds weer heerlijk lezen. Zelf verlichting ophangen is ook niet moeilijk en je hebt er weinig voor nodig. Een schroevendraaier, spanningszoeker en eventueel een draadstriptang en kroonsteentje. Oh, en vergeet niet voor je begint de stroom in de desbetreffende ruimte uit te schakelen. Ik heb gekozen voor dimbare ledlampen, zodat alle lampen 's avonds gedimd kunnen worden en gezellig warm licht uitstralen.